Na 35 jaar is het zover. Dirigent Hans Welle neemt komend weekend afscheid van het AJSO, het Almeers Jeugd Symfonieorkest. En hij doet dat met een bijzonder concert met zijn AJSO, namelijk in het Concertgebouw in Amsterdam. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het Concertgebouw, hoe bijzonder is dat? Heel bijzonder, ja. Het is een beetje het klassieke muziek, Walhalla, hè? Ja, het is wel... Niet alleen in Nederland, maar ja... Er zijn mensen die zeggen van, oh, het is een van de beste concertzalen van de wereld. Nou, wat wil je nog meer? En daar mag jij dan afscheid nemen morgen. Ik kan me voorstellen dat je niet je voelt zoals je normaal op een vrijdagmiddag voelt nu. Nee, het is alleen maar orkest voor en orkest na momenteel. Het is sowieso een groot concert, maar ja, het is ook mijn laatste concert. Dat maakt het bijzonder en... Ja, veel organisatie. En iedereen vraagt van, hoe voelt het nou? En ga je het missen? En ja. Nou, dat zijn wel wat leuke vragen voor het vervolg van dit interview. Ja. Hoe voelt het nou? Ja. Ga je het missen? Ja. Hoe voelt dat nou? Het is raar, het is een beetje dubbel. Want ik ben er al een hele tijd mee bezig. Hè, ook omdat ik graag wil dat het op een goede manier gebeurt. En dat de boel niet in elkaar dondert. Als je als 35 jaar lang ben je de trekker geweest van het geheel. En je dan opeens stopt, dan kan dat vervelend zijn. Dus ik wil dat vooral niet opeens laten zijn. Dus dat is, ik ben er langzaam aan gewend geraakt. Nou komt het heel dichtbij en dan heb je je laatste studieweekend en je laatste repetitie. En dan ga je de kunstlinie in waar we altijd repeteren en je loopt eruit. En je denkt, ja, dat was hem dan. En je gaat erheen met het gevoel van, dit wordt de laatste en dan ben ik gewoon lekker aan het repeteren. Dan denk ik er niet meer aan. Maar ja, dan is er aan het afgelopen wel iemand die zegt van, dat was je laatste keer, hè? Ja. Oké, okay, ja. Ja. Dat is apart. Ja, heel apart. Je beleeft dan nu dat afscheid op die manier, hè? Met de laatste generale misschien en dan dat repeteren. Omroep Flevoland, die maakt een documentaire over jouw afscheid. We zijn er dus de hele tijd bij met een camera. We hebben wat beelden gekregen en wat geluid. Oh nee, hè. Van onze collega's die de documentaire maken. Die waren bij een van de repetities. Er wordt uit Schindler's List. Wordt er wat gespeeld? Komt het aan? Ja. Ja, Hans, ik heb begrepen dat dit een stukje is dat jou niet onberoerd laat. Oh, ik vind dit zulke mooie muziek, ja. Ja, we zien dus beelden en we horen dus een stukje van de grote repetitie, de generale van afgelopen dinsdag. Ging het goed? Ja. Ja, we hebben een try-out concert gehouden en dat was de week daarvoor. Daar gebeurden allerlei ongelukjes. Hartstikke goed dat gebeurt. En dan kan je daar mooi met de generale afgelopen dinsdag nog even flink op inhaken. En ja, ik ga altijd naar die muziek zitten luisteren. Ja, je raakt helemaal afgeleid ervan, hè? Ja, we zien je dus aan het werk, Hans. Je bent heel visueel, hè? Niet alleen geef je de maat aan, maar je geeft ook echt heel fysiek aan van nu moet dat deel van het orkest even stilvallen, want de violist heeft ruimte nodig. Heb je dat altijd zo gedaan? Ja, ik denk het wel. Toen ik op het conservatorium zat, lang geleden... Toen had ik een directieles en ik had een leraar en dan moest je zeg maar droog dirigeren. En dan stond ik me daar uit te sloven. Uit te sloven, zo deed ik gewoon, ik weet niet veel. Ik had altijd zoiets van, als ik het dan niet doe, dan kan ik niet verwachten dat die muzikanten het doen.
Dus die expressie die probeerde ik zo duidelijk mogelijk te laten zien. En dan zei hij van, nou ja, het lijkt wel het gevecht met de beer als jij bezig bent. Ik moest het wat minder doen. Maar ja, dat heb ik altijd wel een beetje gehad, zo van, vol erin, hè, dat idee. Ja, nou zijn er dirigenten die dromen om in New York te staan, hè, of het Concertgebouworkest te dirigeren. Voor jou was, ja, jij hebt je 35 jaar lang ingezet voor het AESO. Is dat voor jou het Concertgebouworkest? Ja, ik heb altijd amateurorkesten gedirigeerd. Verschillende jeugdorkesten, waaronder dus de AESO, maar ook veel harmonie- en fanfareorkesten door het hele land heen. En bij het ene orkest was ik 7 jaar dirigent en bij het andere, ik heb er één gehad waar ik 20 jaar dirigent geweest ben. Maar ja, vanuit mijn baan bij de muziekschool vroeger in Almere werd het dirigeren voor het jeugdorkest. En ja, dat is wel mijn kindje en dat is wel, ja, dat is wel mijn orkest. Dat is ook het enige orkest wat ik nog heb. Dus dat ben ik ook het langste blijven doen en heb ik het langste gedaan. En is ook een gevolg van met de stad meegroeien en opbouwen. En ja, dan heb je een heel ander soort binding dan je hebt wanneer je solliciteert bij een orkest in Arnhem en daar aangenomen wordt en vervolgens even goed lang bent. Maar ja, dat is toch anders. Ja, voelt anders. Ja, het is wel mooi symbolisch. Hè? Dat was natuurlijk al een tijdje aangekondigd. Jij geeft letterlijk het stokje over aan je zoon, Daan. Ja, dat wordt echt natuurlijk wel heel bijzonder morgen. Dan denk je dat je slaapt de komende nacht. Ik kan vrij goed slapen. Dus oftewel, ik ga liggen, ik raak het kussen en meestal is dat het laatste wat ik me kan herinneren. Ik merk wel dat als ik nu even wakker word tussendoor, s'nachts wel eens naar de wc of zo, hè, dan lig ik wel wat langer wakker dan normaal. Ik val wel weer in slaap. Maar ik ben er enorm mee bezig. Ja. En hoe het me morgen gaat. Het overvalt je soms op gekke momenten. Ik sta op het studieweekend tegen het orkest aan het eind te vertellen van, dit is het laatste studieweekend wat ik gedaan heb. Dat weten ze natuurlijk allemaal. En ik hou een praatje over hoe de studieweekenden ontstaan zijn. En ik schiet opeens vol. En ik ben helemaal niet zo'n, ik hou niet zo gauw, hoewel tegenwoordig wat makkelijker dan vroeger, zal de leeftijd wel zijn. Maar dat had ik helemaal niet aan zien komen. En of me dat morgen gaat gebeuren, er zullen best wel momenten bij zijn dat het me even, niet tijdens de muziek, dan moet je het emotioneel de teugels vast hebben. Ja. Nou, morgen zit de zaal praktisch helemaal vol. Hè? Er zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar, volgens mij ergens bij het orgel. Ja, dus, ja. Dus, geniet er morgen van, Hans. En mogen wij jou vanaf deze plek alvast bedanken voor al die jaren aan mooie concerten. Ik moet dan vooral zelf denken aan de bijdrages die jullie altijd doen bij het nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere. Waar ik dan ook altijd flink mee zit te zingen met het Almere lied. En dat begeleiden jullie altijd. Ja. Zo mooi, ja. Ja, we krijgen hem nog te zien, hè, met Pinksteren. In de documentaire over de afscheid. Eigenlijk zou ik jullie ook wel enorm willen bedanken voor de aandacht die jullie altijd eraan besteed hebben. Nou, en dat blijven we ook doen, ook als je zoon het stokje overneemt. Nou, Omroep Flevoland maakt dus een documentaire over het afscheid van Hans Welle. Dat is te zien tijdens Pinksteren. En het concert wordt morgen ook helemaal opgenomen. En die kunnen we zien tijdens de kerstdagen. Dus dan komen we Hans in al die passievolle bewegingen ook weer zien. We zijn nog niet van hem af. Nee. Hans Welle van het AESO, dankjewel. En ontzettend veel succes en geniet ervan. Dankjewel.